Er zijn zoveel andere stichtingen. Dan moet je het samen moet je het oppakken en met z'n allen moet je het maar gaan doen. Hoi, ik ben Ismee van Haagse Handen en ik sta hiernaast. Dennis van Toorn, Meet in Moerwijk. Een bedrijf waarin wij recyclen van fietsbanden maken wij riemen. En we maken van plastic tasjes, stoffen, tassen, stijgerhout maken wij, plantenbakken die we dan weer in de buurt neerzetten. We zijn hier vandaag vanwege het rattenprobleem. Wat hebben jullie daarmee te maken? Voor Stedion maken wij binnentuinen schoon. Daar komen we natuurlijk dagelijks in die tuinen waar veel rommel ligt, vuil ligt, brood ligt en dat soort dingen. Nou, wij ruimen dat op en zorgen dat dat allemaal in de vuilcontainers komt. Ja, je weet als je vuil van je derde etage naar beneden gooit, dan scheurt zo'n plastic zak, die scheurt open. Daar ligt vuilresten en alles ligt erin. Ratten, die vinden dat helemaal geweldig. Dus we proberen dat zoveel mogelijk in de buurt te voorkomen. Oude ratten vallen, die halen wij ook weg. Nieuwe, die laten we dan staan. Grof vuil uit kelders halen. Alles waar we opdracht voor krijgen om maar zoveel mogelijk ratten weg te halen uit de buurt. Met wie werk je dan samen om die tuinen schoon te maken? Nou, we hebben zelf mensen in dienst. Dat zijn mensen met een stipbaan. Dat zijn mensen die werkgeverservaring moeten opdoen. Leren dat ze op tijd moeten komen. Lunchen, pauzes inlassen. We werken ook met vrijwilligers uit de buurt, uit Moerwijk. We staan dus heel erg open voor samenwerking met de buurt. Mensen die niks te doen hebben of achter het raam zitten of wat dan ook. Die kunnen bij ons dan zich aanmelden als vrijwilliger. En proberen op zo'n manier de buurt schoon te houden. Oh, hebben jullie veel vrijwilligers? Momenteel hebben we ongeveer 10 in dienst. Jullie werken veel met mensen met een stipbaan. Deze mensen komen hier om oude materialen te recyclen. Hoe vinden zij het dat ze dan ook af en toe een binnentuin schoon moeten maken? We nemen mensen aan op een bepaald specialisme. We geven het ook aan in intakegesprekken van, joh, vind je het leuk om ook in de buitendienst te werken, om in een klusteam te werken? Dus zo kunnen we gespecialiseerd met wat mensen de tuinen ingaan. We hebben afgelopen jaar ruim 7 mensen laten doorstromen naar een normale baan. Denk je dat het rattenoverlast echt een groot probleem is hier in Moerwijk? We hebben het zelf ervaren door bij ons achter stond de begroeiing van gas erg hoog. En een van de tuinlieden is daarmee ontsnoeid. Gegaan en die vond dus 2 rattennesten. En dan zie je op een gegeven moment 2-3 ratten zie je rondlopen. Ik denk wel dat het wel erg groot is. Denk je ook dat er dus nu mede dankzij jullie verbetering is? Ja, weet je, we zijn het topje van een ijsberg. Je doet wat je kan doen. Als het een stukje positiviteit kan opleveren, dan doen we dat. Maar nogmaals, wij kunnen het niet alleen. We moeten het met z'n allen doen. En dat is gewoon het hele belangrijke in deze buurt. Wij zijn heel erg van samenwerking. Wij staan echt open voor alle samenwerkingen. Met vereende krachten maak je natuurlijk veel meer waar als dat je het in je eentje doet. De bewoners moeten ervan doordrongen zijn van het feit dat zij zo'n plaag kunnen veroorzaken. Dankjewel. Graag gedaan.